Oké, goed, goeiedag. Ik ben Jan-Willem van Voorbeta. En in de volgende videoles gaan we kijken naar spoelen. Ik heb hier twee dingen. In mijn handen heb ik een spoel en dat is wat moeilijker te zien, dus ik hou hem heel eventjes hier, een gloeilamp. Dus een spoel en een gloeilamp. En daarmee gaan we het volgende doen. Namelijk, op de achtergrond, dat zag je al staan, heb ik twee spoelen die samen verbonden zijn op een juk. En dat juk zorgt ervoor dat het magneetveld op zich best wel netjes doorgegeven kan worden. En deze spoelen staan allebei zo geschakeld dat ze allebei naar boven gericht staan. En wat ik nu als eerste doe is, ik zet hier eens een magneetveld op. Nou, daar is nog niet zo heel veel aan te zien. Dus dan ga ik door met het vervolg. En dat magneetveld ga ik nu opvangen. En wat zien we dan gebeuren? Hij is nog heel erg zwak. Ik zet de spanning iets hoger. Maar als het goed is, zie je de gloeilamp oplichten. En hoe komt dat nu? Dat komt door de veldlijnen die worden opgevangen door de secundaire spoel. Ik kan er natuurlijk ook voor zorgen dat die veldlijnen nog wat beter worden opgevangen. En dat doe ik door middel van een tweede helft van het juk. Als ik die erop zet, worden de veldlijnen ineens nog beter doorgegeven in het geheel. En zien we ook dat de gloeilamp duidelijk begint te gloeien. Haal ik deze nu weer vanaf, dan ben ik weer terug bij af. Goed, ik ben Jan Willem van Voorbeta.nl en ik hoop dat jullie iets aan deze kleine demo gehad hebben. Bedankt voor het kijken.